Het is vlogtijd! Ik heb een show vanavond. En niet zomaar een show. Uit de diep. Niet in Amsterdam, niet in Rotterdam, niet in Den Haag. In Moer. Gestel. Let's go! Daar is die. Eindelijk. Ben je ready? Ik wil me bereiden. Ja. Nee, ik niet. Fuck you. Dankjewel, hè. Het is echt niet leuk. Hey, goeiedag. Hallo, maatje. Yo, man. Goeiedag. Is Justin het meeste? Ja, man. A.k.a. Arjen Robben. Hey, dames en heren, het wordt nu spannend. Weet je, anderhalf jaar geleden mijn laatste solo show gedaan. Hugo en Bank zit een beetje op het podium gestaan. Je kent het wel. Wat een gelul. Maar nu komt het allemaal op mij aan. En Moer Gestel is wel een onneembare vesting, zeg maar. Ja, daar komen wel de grote sterren op af. Snap je wat ik bedoel? Dus nu even een uurtje kachelen. Misschien nog wel even mijn oogjes dicht doen. Ik had gisteren een feestje tot laat. Dus misschien nog even bijtanken. Maar voor de rest zijn we er klaar voor. En wat kunnen mensen nou van jou verwachten eigenlijk? Best een show? Cabaret. Nee, cabaret. Zeker. Ik heb ook een moppenboekje meegenomen. En voor de 5 mensen die er staan, mogen ze allemaal 1 ding eraf scheuren. En die voorlezen in de microfoon. Oké. Dat een beetje. En misschien dat ik ook wel in mijn nieuwe kaskraker conditie even ga laten zien aan de mensen. Maar even ja? Nog, want de mensen hebben natuurlijk net jouw leuke weekvlog gezien. Ja. Dat was ook weer een banger. Maar dat natuurlijk als hoofdpunt. Hoofdpunt is ook dat is geen woord. Als hoogtepunt natuurlijk ja. AFAS. Nu sta je in het wel zo geprezen Moer Gestel. Ja, maar onderschat het niet, nee. Nee. Maar verder van, maar waar wil je dan naartoe werken? Zeg maar, heb je dan nog, kunnen we een doel zetten? Eind 2024 wil ik hier staan. Eind 2024 sta ik in die Tivoli hier. En weet je waarom? Ik kan niet zo vet rijden. Kan ik gewoon op de fiets naartoe. Dan kan je daarna ook weer makkelijk even kroeg in. Allemaal Willem of zo. Maar je zou denken, zeg maar, avond vorige week zaterdag. Stap naar Moer Gestel in het draaiboompje. Wat groot, maar dat is niet zo. Het is lastiger dan de AFAS. Dankjewel. Ja, ben je bang voor biergooiers? Ja, tuurlijk. Maar daar ben ik altijd bang voor. Maar vergeet me niet te boeken, mensen. Info@at.bookings. Ik ga deze video, denk ik, je moet het minimaal 35 keer zeggen. Want nu kan je het nog voor schappelijke prijzen. Maar volgend jaar, ja, dan moet je lening afsluiten, jongen. Nee, maar nu zijn we nog gewoon eerlijk aan het snabbelen, weet je. Dus we pakken alles aan dit jaar. Dus boek me. Info@at.bookings.nl. Zo'n hoogwaardig artiest als jij, je heeft natuurlijk ook wel een grote rider. Nou, ik zeg je wel heel eerlijk. Zeg maar, ik vind heel veel aspecten aan deze avond heel spannend. Maar die rider, daar ben ik gewoon een beetje vergeten eigenlijk wat daar destijds heeft opgestaan. Ik ben dus heel bang voor dat daar nog steeds zo'n ordinaire fles kreeg op staat. En 6 blikjes Red Bull. Ja, en die persoon ben ik niet meer. Ja. Jij wilt nu gewoon een acai bol. Nee, gek. Nee, gewoon wel iets vettigs natuurlijk. Maar ik dacht meer aan een Bacardi'tje of zo. Dat wel. Maar ik heb me wel voorgenomen om dit optreden nuchter in te gaan. Dus het kan zijn dat het zeg maar nog wel alcohol van gisteren in mijn bloed zit. En ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten, joh. Kijk, jij bent nog heel. Als jij het drinkt, dan kan je de dag erna. Dan kan je backpacken. Zeg maar voor mij geldt niet. Ik moet de hele dag in bed liggen, hoor. Oké, waar kunnen mensen jou boeken? info@atbookings.nl. Echt de A en de T en een bookings met 2 O's. Aan elkaar. Ja, .nl. En dat doe je gewoon in de titel, ik wil Russo boeken. En dan krijg je meteen het hele plaatje mee. Waar was nou het? info@atbookings.nl. Boek maar, want ik ben nu nog skeer. Waarom deed de camera nou weg? Ja, ik dacht dat je klaar was. Oké. Nee, ik ben nu klaar. Ben je klaar? Ja. info@atbookings.nl. Boek me! En wat moeten mensen ook nog even doen? Bij boeken, dat moeten ze. Ja. Je kunt abonneren en zo. Ja. Ah nee. Ja, abonneer jezelf ook. En druk op die like button. Joehoe! Ik open nu TikTok. Krijg ik een melding. Visionator NL heeft je genoemd in een TikTok. Misschien kan je een keer met Rut in 24 uur een lied maken. Wie? Met Rut. Jacot? Wie? Hij doet alsof. Hij weet donders goed wie ik ben. Wil je met Fashionator 24 uur thuis op? Nee man, ik ga gewoon liever dood. Dat meen ik echt. Ook niet als hij op boekt via... Ik bedoel info@atbookings.nl. Zeker. Dan valt altijd wat te bespreken, weet je. Hey, kom je voor een appel en ei? Ja, ik kom wel voor een appel en ei. Nu nog, hè? Is boeken, mensen. Het is wel handig als je contact met zo als je telefoon ook opneemt. Hoorde jij nou al hardcore, zei dat nou? We zijn er, dames en heren. Moer Gestel, place to be. Ik heb hier gewoon geen bereik in. Weet je wat je ook niet kan als je geen bereik hebt? Mailen naar info@atbookings.nl. Wie wil je toch? Oh. Nee, man. Zet je op zijn rijder? Bier, maar geen Amstel. Ik heb er al opgezet inderdaad, ja. Bier, geen Amstel. Ja, Amstel is echt niet te pruimen, man. Ja, maar ja, ik word daar ook nooit mee geboekt bij de vrienden van Amstel. Dat is echt. Ik ben dus heel bang voor dat daar nog steeds zo'n ordinaire fles kreeg hoe op staat. Die persoon ben ik niet meer. Ik heb helemaal geen iets op mijn rij. Ik heb alleen opstaan wat ik niet wil. Dat is wel echt een versie van. Hey Rut, als mensen nou jou ook graag een Grey Goose willen geven. Ik ben ook raar zo'n gezellig. Normaal ben ik gezellig. Ik ga kapot, hè? Ik ga kapot. Ik heb er zin in, hè? Ja, hij is minder, maar. Jawel, van binnen zit het.
Hallo toppers! Dit zijn ook mensen die online zijn? Ik heb dit nog nooit gezien. Zwaaien voor de vlog. Zwaaien voor de vlog. Waar heb je ooit tijdens die lange optreden van bankzitters? Ja, zeker. Ja. Ik neem de tijd voor hun en jij zit er gewoon te zeggen waar kan ik geboekt worden. Mees, jij moet nog echt veel leren. Nee, ik hoef helemaal niks te leren. Okay. Info@atbookings.nl. Boek me nu. Nu is het nog voor een appel en een ei, maar straks niet meer. Moer Gestel, we hebben van je genoten. Mensen kennen de nummers. Dat is ook voor het eerst in mijn carrière. Dat ik opkom en dat er niet gewoon krekelgeluiden zijn, zeg maar. Nee, zonder gekheid was top, man. En nu met de gierende ballen terug naar huis. Maar eerst... Mackie. Dat kan alleen maar door het geld dat ze krijgen met... mij te boeken op info@atbookings.nl. Boek me nu. Want nu kan het... Dit is eigenlijk gewoon één grote reclame om je uit te boeken. Zeker. Oh, dat gaat nu pas vallen, dat kwartje. Okay, dus zien jullie zo, beiden? Huh? Nee, we gaan niet naar de Mac. Nee, dat zouden we nooit doen. We zijn toch maar een McDonald's beland, man. Wat heb je besteld dan? Even niet verwacht. Ik heb een kip 9 besteld met zoetzure saus. En ik heb een patatje met frietsaus. Toch even, het hoort er toch wel bij. Zeg maar, even na zo'n show even wat snacken. Het is jammer dat Jesse aan de lijn is, maar het is toch wel gezellig, weet je wel. Iedereen bestelt alsof hij voor een wees heeft besteld. En Jesse heeft gewoon een grote spaanplaat. Ik wist niet eens dat ze dat hier hadden, ik zweer het. Maar het ding is van, vergeet me niet te boeken op info@atbookings.nl. Indien jou nog even info at atbooking.nl. Bookings, hè? Bookings. Doe het heet het verkeerd. Soms zit die rommeltje. Oh, zei je toch. Dames en heren, jullie hebben het gezien. Een fucking legendarische avond, dat zeg ik het zelf. Voor een appel en een ei. Wees erbij. Ik vond het heel leuk om jullie even mee te nemen hier in Moer Gestel. Vergeet je niet te abonneren, vergeet niet een leuke reactie achter te laten. Want dan ga ik er zeker op reageren. En we zien elkaar de volgende keer weer. Doei!
Je mist nog iets. Vergeet me niet te boeken. Dus op info@atboekings.nl. En we zien elkaar daar. Misschien kan je een keer met Rut in 24 uur een lied maken. Wie? Met Rut. Jacot? Wie?